Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een video voor tweelingvlammen lichtwerkers. Het gaat een wat andere video worden dan dat jullie van mij gewend zijn. Ik ga alleen zometeen gebruik maken van de schaduw- en de lichtkaarten. Ik word geleid om een video te maken over waarom wij nu in deze situatie zitten. Wij als collectief, alles rondom het coronavirus, maar ook de corruptie, het machtsmisbruik, wat we groot gespiegeld zien. Wij hebben dit als mensheid zelf gecreëerd. We hebben de dingen. Kijk, wat wij in de buitenwereld zien gebeuren, is een spiegel voor onszelf. Dus we zijn er niet mee om het wijzende vingertje te sturen naar degene buiten ons. We moeten zeg maar de ervaringen die wij krijgen in de buitenwereld, moeten we aan onszelf gaan spiegelen. En ik wil een stukje voorlezen uit de Rozenkrans van Aartsengel Michael. Aartsengel Michael snijdt ons los uit de leugen dat wij het slachtoffer zijn van omstandigheden waar wij niets aan kunnen doen. Dat wij geen verantwoording voor ons leven hoeven te nemen en dat wij niets kunnen doen om verlost te worden. Snijdt ons los van het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en de onverschilligheid die uit deze leugen voortkomen. Aartsengel Michael bindt alle individuen, instituten en duistere krachten die deze leugen bevorderen en brengt deze leugen aan het licht en snijdt de mensen los om de waarheid te erkennen dat het universum een spiegel is die naar ons reflecteert wat wij uitzenden. Daarom kunnen wij de wereld veranderen door ons bewustzijn te veranderen en de Christusgeest gaan aannemen. Nou, en de Christusgeest kun je ook zien als dus een hoger goddelijk bewustzijn aannemen. Deze is heel erg belangrijk. Dat het universum een spiegel is die naar ons reflecteert wat wij uitzenden. De spiegel is nooit. Het hoeft niet hetzelfde te zijn als wat je precies ziet, zoals nu, hè, dat je veel machtsmisbruik ziet. En dat je dan zegt van ja, maar ik misbruik niemand, ik misbruik mijn macht nooit. Nee, dat zou kunnen, maar dan zou voor jou de spiegel kunnen zijn, laat jij wellicht misbruik toe. En neem jij geen verantwoordelijkheidsgevoel en neem jij geen leiderschap. En dan kun je ook al in je eigen persoonlijke relaties kijken of jij misbruik toestaat. Want dan is dat de spiegel. Sommigen moeten in de spiegel kijken en heel goed observeren van hey, ben ik geneigd om mensen onder macht en controle te willen houden, mijn macht te misbruiken, anderen juist het tegenovergestelde. En daar ging mijn video ook over van de pleasers, met de onderdrukte boosheid, dat die mensen vaak zich laten misbruiken, maar machtspelletjes spelen op een meer onderhuidse manier. Hè? In beide gevallen is het toch gewoon een spiegel voor ons allemaal. Oké. Dat. Om mee te beginnen. Nou ga ik aan de geascendeerde meesters vragen. Wat wij zien, allereerst wat wij zien in de buitenwereld, dus in de politiek. En daar ga ik dus deze kaarten voor gebruiken. En dan ga ik uit van de schaduw. Hè, want het is duidelijk de schaduw wat momenteel bovenkomt. Leugens, misleiding, machtsmisbruik. Alles wat we eigenlijk het liefst onder het kleedje zouden schoffelen. Alles is boven aan het komen.
En wat ik al zei, de bedoeling is dat je dus niet het in de buitenwereld alleen maar ziet, maar dat je continu naar binnen gaat. Hé, hoe zit dat bij mij? Oké, maar wat ik ook heel vaak als vraag krijg van ja, maar wat kunnen we er aan doen als zeg maar de 10% mensen die een hoger bewustzijn hebben. Lichtwerker zijn, om er maar een label op te plakken. Maar in ieder geval, hoe kunnen we onze licht laten schijnen? Nou, allereerst is het natuurlijk altijd zorgen dat je zelf ook in het licht kunt brengen. Want als jij je eigen schaduw in jezelf ontkent en nog en niet wil zien, ja, dan kun je nog niet voor het licht werken. Dat bestaat niet. Ja, de 10% van de mensen worden opgeleid om hun licht te laten schijnen. Dat is zeg maar de creatieve elite. Om daar ook maar eens een woord voor te gebruiken die door het spirituele rijk wordt gebruikt. En versus de machtselite. Hè? En die we zien in de regeringen en de politiek. Oké, allereerst dus politiek. Wat zien we daarin gebeuren? Want ook daar, ook wat dat betreft, zien een heleboel mensen het nog niet zuiver. En laten zich dus ook misbruiken. En zien niet dat er op dit moment sprake is van machtsmisbruik. Dus, maar ik wil het zeker weten. Ik wil het van het spirituele rijk horen, waar jullie bij zijn. En wat wij zien in de politiek. Nou, ik ga het... De Fool, die komt er als eerst uit. Laat ik het anders doen. Ik ga ze... moet ik ze nou schudden of eruit pakken? Ik ga ze eruit pakken. Om met schudden. Oh ja, ja, deze. Ja. Ja. Oké. Ik ga ze eruit pakken. Daar voel ik me op dit moment aan wat meer. Eerst dus, wat zien wij in de politiek bij onze regeringsleiders? Wat zijn zij aan het doen? Oké. En dan draag ik dit op aan de goddelijke waarheid. Deze reading draag ik op aan de goddelijke waarheid. Ik ga er een stuk of 5 pakken. Dan ben ik heel benieuwd of het er ook uitkomt. Oké. De schaduw. Oh ja. God, dikkie. Jongens, oh, corona. Het is een verhaal, hè? Archetype. Storyteller. Wat gebeurt er nu in het collectief? Making up tales that harm others. Wow. Verhalen vertellen, verzinnen. Dat anderen schaadt. Nou, dat is duidelijk, hè? Het is gewoon een story wat anderen schaadt. En het is dus niet waar. Making up is het verzinnen. En dan kan er best een bepaalde virus zijn, maar rondom het is geen killer virus. Wauw, nou,
Ja. Oh, hier. Refusing to help those in need. Wat doen de regeringsleiders op dit moment? Ze weigeren om de mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die echt in nood zijn. Wauw. Ze doen het voor storytelling dat ze de ouderen beschermen met dit zogenaamde killervirus. Making up tales. Ze verzinnen het. Om een virus wat geen killervirus blijkt te zijn. Wat zou meer correct zijn geweest? Want we hebben altijd een redelijke welvaart gehad in de westerse landen. Maar daarnaast zijn er ook heel veel mensen echt in nood. Want waarom zou een Bill Gates bijvoorbeeld zich richten op vaccinatie, terwijl ze daar nog van de honger sterven en hij miljarden op zijn eigen bankrekening heeft staan? Oké. Rescuer. Ja. Wat gebeurt er nou? Zogenaamd geeft laat de regering doorschemen dat ze de mensheid aan het redden zijn. Maar wat doen ze eigenlijk? Keeps the rescued one needy. Zogenaamd onder het mom van we gaan de mensheid redden, met of een vaccin of wat dan ook, wat ze aan het verzinnen zijn. Maar wat ze werkelijk doen, is de mensheid afhankelijk maken van de staat. Keeps the rescued one needy. Ze redden helemaal niemand. Ze weigeren om echte mensen te helpen die echt in nood zijn. In ons eigen land of in Afrika of wat dan ook. Nee, ze doen zich voor als de redder met vaccins in Afrika of bij ons. Maar dat ze al decennia lang, of ik weet niet hoe lang, sterven van de honger, daar wordt niet naar gekeken. Wauw, ik word er fanatiek van. Ja. Fear of facing your own demons. De regeringsleiders hebben angst om hun eigen schaduw onder ogen te zien. En als je die angst hebt, dan word je zelf een demon. Want dan heb je niet jouw eigen schaduw door. En dan kan die schaduw zich manifesteren in het creëren. Wauw. Oh, ja. Altering facts. Verdraaiing van feiten. Verdraaiing van feiten. Making up tales. Verhalen verzinnen. That harm others. En ze verdraaien, de mainstream media ook, altering facts, verdraaien feiten. Dus we worden misleid, belazerd. Er wordt onder het mom van dat ze ons redden. Maar ze willen ons afhankelijk houden. Keeps the rescued one needy. Oh my god. Oeh. Zie, het is een bevestiging wat ik natuurlijk al lang weet, maar ik moet er bijna van huilen. Het geeft gewoon aan wat er nu gaande is. En het wordt bevestigd door het spirituele rijk. Maar dit, lieve mensen, moet je ook in je eigen zelf gaan onderzoeken.
Verdraai jij nog feiten in je persoonlijke relaties? Heb jij nog angst om je eigen schaduw onder ogen te zien? Zit jij de redder uit te hangen, maar wil je eigenlijk de ander het liefst afhankelijk van jou houden? Of zelf in de afhankelijkheid blijven en geen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven? Weiger jij om anderen te helpen die echt jouw hulp nodig hebben? En maak jij, verzin jij verhalen dat anderen kan schaden? Wauw. Oké. Spiegel voor onszelf. Ik ga door. De regering, de politieke leiders, wat spiegelen ze ons? Wat laten ze zien? Wat gebeurt er in het... die buitenwereld, wat we zo goed zien. Poeh, het raakt me echt in mijn hart. Het is niet dat we complotdenkers zijn. De mensen die dit doorhebben. Het gebeurt echt. Maar tegelijkertijd besef ik me dus heel goed dat we dit niet voor niets meemaken. En dat we echt in het klein moeten kijken bij onszelf. Want dit speelt ook, dan kun je ook in de video's terugkijken, waarbij ik me hoofdzakelijk heb gericht op individuele processen. En dan speelt dit ook. Dus we hebben dit zelf gecreëerd. Oké, ja. Oh, dit is ook iets wat heel erg voor het collectief geldt, voor ons. Using the lack of money as an excuse not to move forward with life. Servant is de dienaar zijn. Hoe vaak heeft de regering ook niet gezegd dat er gebrek aan geld is? Dat er bezuinigd moet worden. Zogenaamd gebrek aan geld. Terwijl er nu miljarden uitgegeven worden aan Bill Gates, wat voor foundation dan ook, zogenaamd om de mensheid te redden. Nou, het is bedrog. Maar als je naar jezelf kijkt, gebruik jij het gebrek aan geld als een excuus om niet verder met je leven te gaan? Zegt jouw ego geregeld van ja, maar ik heb zo weinig geld, dus ik kan niet aan mezelf werken. Ik heb zo weinig geld, dus ik kan geen andere keuzes maken. Ik ben hier, ik zit hier vast vanwege gebrek aan geld. Dienstbaar zijn aan de mensheid. Servant. Hier. Heeft er plezier in. En in serving others. With a free and loving heart. Als leider hoor je de hoogste dienaar te zijn. De dienaar te zijn van het volk. En dan zou je niet in de schaduw moeten zitten. Dat je gebrek aan geld als een excuus gebruikt. Om niet voorwaarts te gaan. Met het leven. Prachtig. Wauw. Oh, oké. Ach, jeetje. Oh my god. Ja, dit gebeurt ook. Wat je ziet is dat er geweld wordt gebruikt. Zogenaamd resorting to violence in the name of a cause. Wat zie jij? Ik heb er ook wel eens een video over gedeeld op mijn tijdlijn. Dat de politie wordt ingezet en geweld gebruikt. Zogenaamd voor een goed doel. Zogenaamd om het volk te redden. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze terugvallen op geweld. Zogenaamd voor een goede zaak. Wauw.
En je ziet het letterlijk, hè? Dat politieagenten met gummi, of met knuppels mensen slaan die niet naar de pijpen danst van de storyteller. Zogenaamd voor een goed doel, om de mensheid te redden, wordt er geweld gebruikt. Machtsmisbruik bij de politie. Het zij verbaal geweld, maar ook fysiek geweld. De vraag voor jou persoonlijk. In de naam van een goed doel. Gebruik jij, val jij wel eens terug op geweld? En dat hoeft niet fysiek geweld te zijn. Dat kan ook geweld in woorden zijn. Haal je mensen naar beneden. Wat zie je toch veel ook als meningen verschillen? Dat vooral voor de mensen die geloven in het, in de, hoe heet dat? In de regering. Dat ze het volk redden. En de mensen met mondkapjes moeten lopen. En om allemaal maar het volk te redden. Terwijl het een verzonnen iets is. Dat juist anderen schaadt. Ik ben er nooit zoveel uitgescholden. Als door de mensen die denken dat ze de boel redden. Die terugvallen op geweld. Verbaal of fysiek. Kijk naar jezelf in de spiegel. Als iemand het niet met jou eens is, val jij dan terug op gewelddadig communiceren? Scheld je iemand uit? Oké, volgende. Ja. Deze is veel meer voor ons. An inability to defend oneself against negative forces. Dus dat wij eigenlijk niet in staat zijn om onszelf te verdedigen tegen negatieve krachten. Het is nog iets van het kind in ons. Child divine. Als we het oplossen, de wond van dat kind, de puurheid, de onschuld weer terugkrijgen, dan kunnen we onszelf, dan staan we stevig en dan kunnen we connecten met het divine en dan hebben we ook de kracht om ons te verdedigen tegen negatieve krachten. Die is veel meer voor ons, voor de lichtwerkers, hoe we dit kunnen veranderen. Maar dan moeten we zelf wel die puurheid en de onschuld weer terugkrijgen. En redemption. Oh my god. Hier, de mainstream media network. Verspreid informatie alleen voor persoonlijk gewin. Spread fear. Wat doet de regering en de mainstream media? Ze verspreiden angst. Het is een verzonnen verhaal. Ik zeg niet dat de virussen niet bestaan, maar die zullen alles blijven bestaan, altijd blijven bestaan. Of je nou COVID noemt, influenza of wat dan ook. Het is een verzonnen verhaal wat niet gebaseerd is op een killervirus. Het is verzonnen. En er wordt angst verspreid. Spread fear en falsehood. Leugens. En verspreid informatie alleen voor persoonlijk gewin. Wat is de persoonlijk gewin? De machtselite wil rijk blijven. Die wil de macht en controle over het hele volk. Keeps the rescued one needy. Ze denken zogenaamd dat wij als volk niet wijs genoeg zijn. En niet dat we gered moeten worden door de regering. Maar ze willen ons afhankelijk houden. En dat is hun persoonlijk gewin, want dan kunnen zij rijk blijven en de macht en controle over ons uitoefenen. En ze hebben de mainstream media daarin betrokken. Dat zijn de netwerkers. Om informatie te verspreiden. En dat is alleen voor persoonlijk gewin. Spread fear and falsehood. Verspreid angst en leugens. Wauw.
Oh ja, oh my god. Dit is het gebrek aan de vrouwelijke energie, de schaduwkant. De read your feminine side. Wat gebeurt er als de vrouwelijke energie in de regeringsleiders, in de politieke leiders, onderdrukt wordt? Dan worden ze arrogant wanneer hun autoriteit wordt uitgedaagd. En dat gebeurt hè, met de mensen die zeg maar meer bewustzijn hebben en die dagen dit, die leugenaars uit. Ja, de leugenachtige verschijnselen uit. En dan worden ze arrogant als hun autoriteit wordt uitgedaagd. En dan worden ze controlling en demanding. Dan worden ze heel controlerend en ook heel veel eisend. Macht en controle, waardoor machtsmisbruik een ingang krijgt. De vraag aan jou, in je schaduwkant. Word je arrogant wanneer jouw autoriteit uit wordt gedaagd? Word jij controlling en veel eisend als jouw mening wordt uitgedaagd? Word je dan een tirannetje? Dat is de vraag. Dat is de spiegel. Nou, nog meer? Ik krijg echt, warm van. Ik hoop dat velen dit zouden, en dat gaat niet om mij. Maar het gaat echt om de informatie die het spirituele rijk ons geeft. En ik hoop toch zo dat dit doorgegeven wordt. Wauw. Niet om mij. Daar gaat het niet om. We moeten deze wereld met z'n allen liefdevoller maken. Dat begint dus ook bij onszelf, bij die schaduw. Oké, we gaan door. The poet turns a lyric gift to negative or destructive effect. Ja. Het geschenk van een lyric wordt negatief en destructief ingezet. Of verdraait dat. En de lichtkant is dat je de expressie geeft aan je zielinzichten in symbolische taal. Maar de schaduw verdraait dat dus. Op een creatieve manier uitdrukking geven aan de inzichten van je ziel. En de schaduw maakt daar iets negatiefs van en destructiefs van. Nou, ook weer hetzelfde, hè? Hoe zien we dit in de buitenwereld gespiegeld? En hoe kunnen we dat op onszelf betrekken? In hoeverre doen wij dit zelf? Oh my god. De liberator. Archetype liberator. Oh my god. Hier, de tirannie. Hier heb je hem. Imposing your own tyranny over those you claim to liberate. Dus jouw eigen tirannie strooien over degene die jij, waarvan jij claimt te bevrijden. Oh my god. Dus de regering wil ons laten denken dat zij ons bevrijden. Maar in werkelijkheid is het gewoon hun eigen tirannie. Imposen. Op ons overbrengen. Forceren, opleggen, opdringen. Opdringen betekent het zelfs. Je eigen tirannie opdringen
aan degene die waarvan jij claimt te bevrijden. Oh my God. Wauw. Dit is het precies. Maar goed, het geldt ook weer. In hoeverre is het een spiegel voor jou persoonlijk? In hoeverre dring jij jouw eigen tirannie op aan degene waarvan je zegt dat jij wil bevrijden? Oh ja. En wat is dat? Wat er dus gebeurt, is dat die vrouwelijke energie onderdrukt is bij de meeste mensen in het collectief. Het is de vrouwelijke energie, het is de godin in je, het is de intuïtie in je, het is de koesterende zorg in je, het is de zachtheid in je, het is de compassie, het is de koesterende zorg, het is de zachtheid. Die is er niet. Dus wat krijgt dan macht? De mannelijke energie. En dat is machtsmisbruik. Arrogantie en controle. Hier, uitbuiten van de feminine nature. Het is uitbuiten van de vrouwelijke energie. Wow. The goddess. Dus de vrouwelijke energie krijgt geen expressie. En dan krijgt het mannelijke de overhand. En dan krijg je te maken met machtsmisbruik. Maar degene die te veel doorgeslagen zijn in die goddess, die laten machtsmisbruik toe. Snap je hoe dat werkt? Dus daarom is het de balans tussen mannelijk en vrouwelijk in jezelf zo belangrijk. Om die hereniging te krijgen, om daaraan te werken. Goddess. Ja, uitbuiten. En daarom zie je ook dat vrouwen worden uitgebuit. Worden misbruikt. Macht over uit wordt geoefend. Dat wil niet zeggen dat vrouwen niet hetzelfde kunnen doen. Want vrouwen kunnen namelijk ook doorgeschoten zijn in die mannelijke energie. En die kunnen net zo controlling en demanding en zijn als mannen. Hè? Want die zijn dan ook tyranniek. Dat hebben we ook in de. Dat is ook een heel goed voorbeeld in wat je nu ook ziet, dat zelfs ook vrouwelijke agenten erop loslaan met deze. Violence, in name of a cause, zogenaamd in naam van een doel. Geweld gebruiken. Ik heb heel veel vrouwen het zien doen. In opnames. Wauw. Oké. Nou, zou er nog meer zijn? We hebben er al heel veel. Oké. En dan stop ik er zo'n beetje mee. Deze nog. Deze. En deze. En dan vind ik het genoeg. Wauw. Oké, wat nog meer? Oh ja. Obsessive fear of losing your wealth. Dit is het ook. De machtselite heeft een obsessieve angst om hun eigen geld te verliezen. Hoarding money and emotions. Vastzitten aan geld. Maar ook emoties. Want emoties is de vrouwelijke energie. Omdat ze geen emoties voelen, heb je dus ook geen empathie. En sla je door naar die harde kant. En dus mensen die heel erg op hun emoties zitten en die inhouden, die hebben vaak ook machtsmisbruik. Die gebruiken hun macht. En zijn hard, cool. Houden zich ook vast aan, vaak aan geld. Dat zie je in de regering heel erg sterk. Ze houden allemaal de machtselite, hè? Bill Gates, al die gasten, die zwemmen in het geld.
en zogenaamd het volk redden. Die houden in eigenlijk, het is allemaal voor persoonlijk gewin. Het is personal gain. Het gaat hun om hun geld. Ze willen niet degene die echt in nood is helpen. Nee, ze willen hun eigen portemonnee zekerstellen. Obsessive fear of losing your wealth. Oké. De spiegel voor jou is: in hoeverre hou jij nog vast aan geld en emoties? En in hoeverre heb jij een obsessieve angst om jouw geld en wat je hebt vergaard te verliezen? Op basis waarvan jij de ziel aan de duivel verkoopt en op basis waarvan jij je laat misbruiken en niet de juiste keuzes neemt om hier iets verantwoordelijkheid te nemen. Weet je wat ik hier, weet je nog wat ik hiervoor heb gelezen, voorgelezen? We moeten de juiste beslissingen nemen. Die 10% creatieve elite, laat je niet misbruiken. Mother. Het is, ja, het is de pijn van de moeder. Archetype moeder. Het is onze ervaringen wat we hebben gehad. Dit is de moederwond. Smothering or abandoning children. Instilling guilt in children for becoming independent. Beide kanten. Degene die zich laten misbruiken, die hebben ook een moederwond, vaak. Degene die misbruiken, hebben vaak ook een moederwond. Het is het beschadigde vrouwelijke energie. En degenen die doorgeslagen zijn in de mannelijke energie, die hebben eigenlijk haat voor de moeder. En dus ook voor de goddelijke moeder. En onderdrukken het vrouwelijke in zichzelf, maar dus ook in die buitenwereld. Maar degenen die doorgeslagen zijn in het vrouwelijke, die zijn afhankelijk. Maar als we het allemaal weer in balans brengen, dan staat er juist voor unconditional love. Dat is de lichtkant. Nurture, koesterend. Geduld, patience. Als we dat niet hebben, dan hebben we een moederwond van verlaten zijn, in de steek gelaten zijn. En de een wordt dan hard en de andere wordt dan te zacht. En uit balans met de mannelijke en vrouwelijke energie is uit balans. Teacher. Ja. De schaduw is manipulatie en abusing students. Dus als we dat zien in onze regeringsleiders, die onze teachers zouden moeten zijn, wat in de lichtkant is de kwaliteit om te communiceren, kennis over te brengen, ervaringen over te brengen, wijsheid over te brengen. De schaduwkant is dat daarin gemanipuleerd wordt en dat er zelfs misbruik gemaakt wordt. En dat er negatieve skills. Ik kom even niet op de naam. Ik hoop dat ik het opgeschreven heb. Nou, jullie weten het misschien wel. Skills, vaardigheden. Ja, hè. Ik kon er niet op komen. Ja, destructieve vaardigheden en negatieve eigenschappen. Leer dus negatieve eigenschappen en destructieve vaardigheden. Dat zie je ook dat met indoctrinatie. Jongeren worden geïndoctrineerd, gemanipuleerd. En het valt dus onder misbruik.
De vraag aan jou, individueel. In hoeverre manipuleer jij of misbruik jij anderen waar jij iets aan zou kunnen leren? Wauw. Tja. Deze schiet eruit met schudden. Ach, ja. Nou ja, deze is het wel. Die, wat kunnen we eraan doen? Is dat we allemaal de Messias worden. Serving humanity with humility. Dit is wat we eraan kunnen doen. Maar dan moeten we zelf onze eigen schaduw zorgen dat we die niet meer naar handelen. Dienstbaar zijn. The servant. Serving humanity with humility. Nederigheid. En wat voor de schaduw is, is dat de regeringsleiders nu zogenaamd de Messias is, zijn. De politieke leiders zijn. Ze willen zogenaamd. En waaronder ook Bill Gates en zo. Die er allemaal mee bij betrokken zijn. Wat denken zij? Ze denken arrogant. Want zij denken dat zij de enige zijn door wie een goed doel kan, een succes kan hebben. Exaggerated, overdreven geloof that you are the only means through which a cause can succeed. Dit is de juiste om mee te eindigen. De Messias. Als wij hierin iets willen veranderen, moeten we zelf de Messias worden. Archetype Messias. Moeten we in de voetsporen gaan treden van Jezus, Boeddha. Maar wel in die lichtkant. Serving humanity with humility. Dankjewel voor het kijken en heel veel liefs. Bye bye.